De gemeenteraad van Maassluis heeft met kleine meerderheid gekozen om In Blik te gaan gebruiken als open jongerencentrum. Stichting Myosotis, die activiteit organiseert voor verstandelijk gehandicapte jongeren, mag het gebouw ook gebruiken, maar dan op vaste tijden in het weekend. Deze stichting gebruikt het pand nu ook al en ziet de komst van jongeren niet zitten. Ze zijn daarom teleurgesteld over het besluit van de gemeenteraad. Nou ja, in sommige partijen wel. Ja, daar had ik een iets te duidelijker sociaal hart van verwacht voor de gehandicapten. Dus dat is, ja, dat vinden we teleurstellend. Maar we voelen ons zeer gesteund door onder andere de ChristenUnie, Maassluis Belang en de VSP. Het bestuur gaat eerst met elkaar in gesprek om over de situatie na te denken. Daarna zullen wij volgende week, verwacht ik, in gesprek gaan met de gemeente. En dan kijken wat daaruit komt en dat terugkoppelen aan onze achterban. En dan de ouders van de kinderen, eigenlijk aan hun vragen van, zijn jullie het hiermee eens? Ja, en willen zij hun kind dan aan ons toevertrouwen op het moment dat wij gezamenlijk gebruik van gaan maken van Inblik. Onder, denk ik wel, strenge afspraken. Stichting Uma Wahida is blij met het besluit van de raad. Dat de angst er is, begrijp ik. Maar ik denk dat straks allemaal blijkt, ook voor de buurtbewoners die daar wonen, en dat het allemaal blijkt mee te vallen. En dat wij helemaal niet eng zijn. En dat we gewoon, dat er valt samen te werken met ons. Uma Wahida begrijpt dat ze Inblik niet kunnen opeisen. Natuurlijk is de plek voor alle jongeren. Nu, de ruimte is sowieso groter dan de ruimte die we nu hebben. En straks is er veel meer plek. En voor iedereen, voor alle jongeren uit Maassluis. Wat mij betreft mogen er ook ouderen, mensen van de Flow, de buurtbewoners, een kopje koffie drinken. Het moet gewoon een open jongerencentrum zijn. Dit wil de voorzitter nog wel kwijt. Zolang er geen gesprekken zijn, is er meer onduidelijk. Dus ik denk dat die gesprekken er moeten komen. En dat we elkaar laten begrijpen dat we allebei allemaal niet zo eng zijn. En dat we best wel met elkaar op kunnen schieten.